bij inspirerende sessies aanwezig te zijn. Je ziet dan weer nieuwe mensen, mooie sprekers, mooie muziek. We zitten vandaag in de Fruitvis. Wij gaan samen optrekken om iets moois te maken. Ik hoop dat natuureducatie net zo normaal is voor kinderen van het speciaal onderwijs als voor kinderen in het regulier onderwijs. Ik vind het heel erg belangrijk dat kinderen uit speciaal onderwijs mee kunnen doen met kunst en cultuur. Dat ze om hun beperking heen kunnen ontdekken wat ze kunnen en dan kunnen ze meedoen. Van de 10 kinderen zit na de schooltijd zitten er 2 zonder werk en zonder uitkering zitten thuis. We gaan het met haar hebben over hoe zij sociale innovatie inzet in het onderwijs. Ik ben een kind wat vaak waarom vroeg. Waarom is dit? Waarom is dat? Samen met kinderen bouwen aan hun kernkwaliteiten. Je bent als leerkracht niet alleen verantwoordelijk voor het lesgeven in lezen, rekenen, taal, schrijven enzovoort. Maar je bent ook nog eens verantwoordelijk voor wie is het kind. Is een kind zorgzaam of is een kind juist heel erg gericht op autonomie? De dagprogrammering was toen nog in ontwikkeling. En we hebben daarom ook echt heel duidelijk gevraagd om een heel duidelijk onderzoek. Ik lees de wheelie als metafoor voor het vinden van balans tussen verschillende werelden. Als ik denk aan mijn buurjongen en wat hij nodig heeft om tot bloei te komen, dan is dat herkenning. Is het veiligheid? Ik hoop dat mijn buurjongen de ruimte krijgt om zijn eigen bloei vorm te geven. En dat er niet van hem verwacht wordt dat hij zich aanpast, integreert, voldoet aan noties die hem vreemd zijn. Maar ik denk dat het belangrijk is voor mij in ieder geval en voor hoe wij werken om te beseffen dat we ook een hoop gaan leren van hun. Een interessante avond. Ik was gelokt omdat het over cultuureducatie ging. Ik vond met name 1 spreker bijzonder interessant. Malik Mohammed. Nieuwe cultuur, nieuwe manier van cultuur aanbrengen om de hoek in de community van de leerlingen. Ik vond het een hele toffe avond, inspirerend. Goede sprekers met interessante verhalen en onderwerpen. En die muziek op het einde, dat is gewoon super fijn. En ook wat zij vertelde nog over die plek die zij graag zou willen creëren. Waar mensen samenkomen om dingen te maken. En toen dacht ik echt, ja, dat wil ik ook.